1,60 hoog, best goed toch? Voor mij is dus nog alles bezig. Dat is echt gaaf. Ik denk dat je op een gegeven moment in jouw eigen proces ga je... Nog mooier als we winnen, hè? Christy Snepwangers, twee carrières, één. En zij kiest voor een voorsprong minder. Voor de nummer 1 in de wedstrijd, Christy Snepwangers, Nederland. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Deze video gaat zo ongelooflijk gaaf worden. Jullie volgen me natuurlijk al heel lang in mijn sportcarrière. En nu vertrek ik naar mijn grootste, gaafste en misschien wel mooiste springwedstrijd ooit. Namelijk in CAIO Rotterdam. Super bijzonder om op zo'n grote wedstrijd tussen de grote namen van start te gaan. En ik ben Rotterdam enorm dankbaar voor de uitnodiging. Ik dank alle mensen die hebben meegeholpen aan mijn startplek. Ik dank Pirouette voor de gave samenwerking. Ik bedank Poussant voor de gave samenwerking. En dat gaan jullie allemaal in deze vlog zien. Maar natuurlijk bedank ik ook mijn sponsoren die altijd achter mij staan en mij in de sport verder helpen. Zonder familie, vrienden en sponsoren was ik nooit zo ver gekomen. En deze wedstrijd had ik voor geen goud willen missen. Inmiddels zijn we aangekomen in Rotterdam. Super, super spannend. We gaan nu de paarden lossen. Ik ben nog helemaal verdwaald hier zo. En dan gaan we de stallen zoeken en de hele wedstrijd bekijken. Direct gaan eten. Nou, we zijn aangekomen en nu alle spullen aan het lossen. Er komt gewoon een karretje aan die al je spullen meehaalt. Genoeg mensen die helpen, dus alles wordt goed geregeld hier. Inmiddels zit de wagen helemaal vol en word ik super geholpen. Brengen we alle spullen naar de stal. Nou, normaal gaat het niet zo luxe hoor. Nou, inmiddels hebben we hard gewerkt op stal en is alles weer helemaal geïnstalleerd. De paardjes staan er lekker bij. Het was echt super chill installeren, want er is zoveel hulp. Echt fantastisch. Dan gaan we het secretariaat zoeken, de nummers ophalen, de vrachtwagen installeren, want dat is heel ergens anders. En dan is het tijd voor de keuring. Op dit moment zijn we weer aan het klaarmaken voor de keuring. Ja, ze moeten natuurlijk wel shine hier zo in Rotterdam. Christy, wat doe jij er goed? Inmiddels kunnen we Inspiration Galante en ik uit de keuring. We zijn allebei goed gekeurd. Dus dat betekent dat we nu officieel van start mogen. Let's go jongens, we gaan ervoor. Hallo allemaal, ik heb echt geweldig nieuws, want ik ga van start hier zo op CAIO Rotterdam. Ik ga hier van start in het 1.40 met Milstreams Inspiration en in het 1.30 met Milstreams Galante. Het is een van mijn grootste springwedstrijden ooit en ik ben zo zenuwachtig, maar ik heb er ook mega veel zin in, want kijk even naar deze arena. Abnormaal. Inmiddels ben ik aangekomen bij alle stands. Super gaaf. Hier is ook mijn partner Pirouette. We zien CAIO Rotterdam en Pirouette super dankbaar voor de kans. We gaan hier straks lekker eten, want het eten is abnormaal goed hier. En dan zie ik jullie later weer. Nou, hier achter mij is de trainingspiste. Ook een super grote baan. Hier kan je de paarden trainen. En dan als je dan door deze gang gaat, dan kom je uit op de hoofdpiste. En nog eens de losrijpiste, die mega groot zijn. Dus in ieder geval genoeg plekken om te rijden in het Rotterdam. Inmiddels ga ik Galante even opzalen en gaan we in de hoofdpiste rijden. Voor de eerste keer dat Galante gaat zien wat voor wedstrijd ze is, wat voor gave arena en wat er te wachten staat. Het is al 9 uur, dus we gaan aan de bak en dan morgen weer vroeger uit. En dan hebben de paarden even rust, want die beginnen pas morgenmiddag om 3 uur met de eerste proef. Maar gaan we nu in de avond nog even de piste laten zien. Feeling alive, I love being by your side, it makes me shine.
Arena gereden. Dat gevoel was echt kippenvel. Dat ik gewoon in die arena morgen mag springen. Ook super spannend, want Inspiration had heel veel spanning. Hij heeft nog nooit zo'n grote wedstrijd gelopen. Galant is al stoerder, dat is ook eventing, heeft best wel meer gezien. En er lag zo'n sloot water in de piste. Galant die gaat door het water, maar Inspiration die denkt echt wow, wat is dit? Het is veel spanning, maar we gaan het morgen zien. Ik kan niet meer doen dan mijn best. Nu gaan we de paarden lekker douchen en dan zijn ze morgen weer helemaal schoon. Inmiddels zijn we aangekomen bij mijn stal. Hier zo staat Michael van der Vleuten. Hier zo staat Harry Smolders. En dan hier zo staat Jur Vrieling. Dan hebben we nog heel veel andere namen. Het is gewoon echt abnormaal. En ik sta hier zo in deze rij. Jongens, ik leef een droomleven op het moment. Met de shuttle weer van de stallen naar de vrachtwagen. Zo worden we elke keer gebracht. Dus goed geregeld hier zo. Op naar de vrachtwagen. Goedemorgen, Galante. Vandaag is de dag. Goedemorgen, Inspiration. Oh, ben jij een beetje vies? Dat wordt wassen. Een hele goede morgen. Inmiddels zijn we weer wakker en gaan we de dag beginnen met een beetje trainen. De paarden lichtjes loswerken, heel kort rijden. Dat ze even fit aanvoelen en dan rust. En dan vanmiddag met Galante, vanavond met Inspiration. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me. Inmiddels heb ik Galante lekker getraind. Die was heel relaxed. En nu Inspiration. Die heeft genoeg energie. Die mag wel eventjes aan het werk. Zo, het tuig wordt even gepoetst. Alles wordt klaargemaakt voor straks. We hebben ons ontbijt en kijk eens met wat voor uitzicht wij elke dag mogen ontbijten. Op de arena, super heerlijk ontbijt. Het luxe wedstrijdleven is dit, hè? Ja, zeker weten. Middels is het tijd om de slommer te geven. Super elektrische slommer. Dat ze de energie weer aangevuld krijgen die ze verliezen door de warmte. En er zitten ook nog Grand Cure supplementen in. Voor goed herstel van de pezen en natuurlijk voor lekker energie. Inmiddels zijn ze de rubriek aan het klaarmaken voor het springen. Je ziet ook al dat de letters weer ergens anders worden opgebouwd. En ik ga mezelf nu ook omkleden. Ik heb al rijkleren aan, maar nog verder. En dan gaan we ons klaarmaken voor de rubriek. From a different star, flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us. We found a different beat. Paradise is waiting, and we bought the lease. Ooh, getting caught in the mist. There's so many that never get out. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, but we're golden. We run to the end, and we run without shame. Inmiddels heb ik het parcours verkend. Het is echt wel serieus. De hoogte is gewoon wel mooi, maar de kijkerigheid en de technische lijnen zijn wel wat pittiger. Dus ik ben benieuwd of Galante ready is en scherp genoeg voor de wedstrijd. Ik ga in ieder geval heel hard mijn best doen. Extra. We gaan weer naar een Nederlandse combinatie. Christy Snefvangers rijdt een KWPN gefokt paard Galante van Sirocco Blue, de moeder van Indoctro. Internationaal eventing paard, drie sterren
internationaal uitgebracht door deze Christy Snapvanger zelf. Maar waarom niet nog een rondje 1.30 springen in Rotterdam? Ik dacht, ja, wat Michael Jung en Erik Klimke kunnen, dat kan ik ook. Uitstapjes maken naar de internationale springsport. 4 strafpunten voor Christy Snapvangers en Galland. Maar ik heb gewoon even gecheckt en op dit moment hadden we gewoon de snelste tijd. We waren ook super snel. Omroepen zijn ook de spectaculaire galanten. En dan is het zo balen van die balk. Maar voor mij op dit moment ben ik hartstikke vrij. Alleen ja, voor mijn sportresultaat dat ik graag aan iedereen wilde laten zien dat ik het ook echt kan. Als event in Ruiten, wat iedereen zegt. Want inmiddels zijn wij ook gewoon een springcombinatie. Nou, hier zo zit het Rotterdam Secretariaat. Hier wordt alles bijgehouden, gekeken of de wedstrijd wel eerlijk verloopt. Heel veel functies worden hier gedaan. Dus er zijn verschillende skyboxen. En hier zo zit dus het wedstrijdsecretariaat. Of tenminste de wedstrijdcontroleurs. Gaan we hier zo naar toe, daar zitten weer anderen. De sportoffice. En elke dag moet ik me weer aanmelden als ik een rubriek wil starten. Dus dat ga ik nu hier zo doen. En als het ooit een keer voorkomt en ik rij goed, dan moet ik naar de persconferentie. Ik kom me aanmelden voor morgen. Voor de Schweider? 60 seconden. Galant in de? 1, 2, 1, 2, 3. Duration in de? 1, 4. Yes. Thank you. Inmiddels is het eten voor ons paraat. Dus wij gaan lekker eten. Mijn grote droom die van mij uitkomt. Ik ben eigenlijk gespecialiseerd in eventing. Ik ben een eventingruiter. Dat bestaat uit dressuur, springen en crossen. Cross is mijn favoriet. En de laatste tijd ben ik ook heel erg mezelf aan het ontwikkelen als springruiter. En kom ik vanavond weer in actie. Dus mocht je om 9:15 nog hier zijn, dan kan je me met Milstrips Inspiration live zien rijden. Ik run een eigen webshop en we organiseren veel evenementen thuis. Om even in te zoomen op Instagram, dat is mijn grootste platform. Maar ik ben dus nooit met de intentie begonnen om bekend te worden of om iets op te bouwen. Het is heel spontaan gegaan en zo gaat het nog steeds door. Vind ik het gewoon het allerbijzonderste op dit moment is waarom het mij drijft om social media zo actief te doen. Is omdat ik zie wat ik ervoor terugkrijg. En dan heb ik het niet alleen over samenwerking, maar vooral ook fans die mij heel erg steunen. Heel veel lieve reacties, elke wedstrijd mooie verhalen mee kan delen. En zo had ik dus een maandje geleden mijn eerste fandag. Het All About Christy event heette dat. En dat was... Zojuist heb ik een persconferentie gehad. Dat ging supergoed. Het was heel leuk om een presentatie over social media aan iedereen te geven. En nu ga ik mezelf opzalen, klaarmaken. En dan gaan we beginnen in de klasse 1.40 met Mailstreams Inspiration. Dus het is nu focus weer op de wedstrijd. En ondertussen stapte hier Vriendin gewoon even achter mij. Tussen mijn idolen ben ik verdwaald hier. Inmiddels is Mailstreams Inspiration helemaal opgezadeld. Het is al 9:00 s'avonds, super laat. We moeten onszelf nog even opladen en wakker maken. Voor het eerst dat ik misschien met kunstlicht moet gaan springen. Dus ik ben heel benieuwd hoe Inspiration dat gaat doen. Maar we gaan in de grote arena 1.40 springen. Oh, oh, oh. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I-
I should fall, just go ahead, go and catch me, baby. Lekkere ritme krijgt ze niet te pakken, deze Christy Snapvangers. Hi guys, inmiddels weer terug in de vrachtwagen. Zwaar teleurgesteld, al veel traantjes gelaten, maar... Ik had een hele, hele slechte ronde met Inspiration. En het enige wat ik voelde is dat hij zoveel spanning had. En ik stiekem ook. En het lukte gewoon niet. En we kregen een balk, nog een balk. En ik kreeg stress en ik wilde iets veranderen. Maar ik dacht, dit gaat mis. En alles wat ik daardoor veranderde, werd het alleen maar erger van. Dus kortom, het was een nachtmerrie rondje. Heel erg om dit op Rotterdam te doen. Maar ik weet nog wel, de wedstrijd is lang. We hebben nog twee andere rondes. En... ik heb nu mezelf echt niet kunnen laten zien, maar ik hoop dat het de komende twee rondes wel gaat. Want we kunnen het, maar we hadden allebei onwijs veel last van spanning. En ja, het is wel gewoon mijn eigen opgeleide Inspiration die gewoon altijd in de buurt mee op wedstrijd gaat. En wat een paar internationale heeft gelopen, maar nu in zo'n arena, ja, ik neem het hem niet kwalijk dat hij spanning ophoudt. Dus ik moet hem nu gerust gaan stellen en zorgen dat hij mij vertrouwt morgen. Want morgenochtend moeten we gelijk weer. Dus ik kan alleen een nachtje slapen en dan morgenochtend gelijk weer op 1.40 in. Maar ja, that's part of the competition. Dus we gaan ervoor en we houden vol en tranen weg en doorzetten. Want dat hoort erbij. We gaan nu niet opgeven, we gaan niet afmelden, we gaan door. Want ik geloof erin dat het kan. Goedemorgen, ik ben inmiddels weer klaar voor dag 2. Ik heb zojuist het parcours van Milschens geland, verkend, het 1.30. Het is in twee fasen, het staat goed aan de maat, dus we gaan ons heel hard ons best doen. Baby, there ain't nobody like you.
is it just a game? Cause I got high hopes. Illustere voorbeelden Michael Jong en Ingrid Klimke heeft deze Christy Snapvangers twee carrières. Eentje in eventing en eentje in de springsport. Nou, dit is het paard waarmee ze internationaal in 40 uitkomt. Is al langzamer dan Sky Morsinkov, maar wel mooi foutloos en daar is ze blij mee. Christy Snapvangers beloont haar paard en is zeer, zeer blij met deze fraaie, vloeiende, harmonieuze nulronde met Inspiration. Inspiration. En dat heb je wel verdiend, hè, na zo'n goede proef. Oeh, lekker gewassen met cooling shell. Wauw, cooling fresh. Nou, hij zal wel weer helemaal verkoeld zijn. Goed, mam? Zeker. Nou, ik heb mezelf gespot, hoor. Hier zo op CIO Rotterdam in de stand van Horka. Nou, inmiddels sta ik naast Harry. Je gaat straks van de rijden in CIO Rotterdam. Gisteren heb je ook al gereden. Hoe voelden de paarden gisteren aan? Ja, goed. Gisteren waren ze alle drie foutloos. Gisteren waren er gewoon een beetje opwarmingsrondjes voor mijn paarden. Een beetje ontspannen maken. En vandaag gaat het echt gebeuren. Dus vandaag ga je ook wat meer gassen doen? Ja, vandaag gaan we wat meer competitief rijden. En dan straks in de landenstrijd natuurlijk. Ja, nou, ik hoop dat je er klaar voor bent. En we gaan je straks aanmoedigen. Zet hem op. Inmiddels zijn de ruiters achter mij van alle landen het parcours aan het verkennen voor de Nations Cup. Dit is echt de wedstrijd van vrijdag. Hier komt veel publiek op af en dit is wel 1-60 hoog. Nou, dat ga ik voorlopig met dit meisje nog niet springen, maar dit is wel het doel. Vind je het een mooi parcours? Ja, een heel mooi parcours, ja. Ja? Ja, het is nog mooier als we winnen, hè. Maar het is een fantastisch parcours. Nou, zet hem op. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Nou, op dit moment sta ik als Michael. Hoe voel je je nu? Ja, met hier in Rotterdam is het vooral best spannend natuurlijk. We willen het ook zo goed mogelijk doen voor je teamgenoten, voor het publiek, wat ook achter het Nederlands team staat. Dus ik heb een vrij onervaren paard, maar die ook allemaal voor klaar voor is. Dus we gaan het zien. Ja, en het is natuurlijk Nations Cup. Kan je misschien uitleggen hoe belangrijk dat is? Ja, ik vind het toch altijd wel eens mooi en speciaal om in het oranje rijjasje te rijden. Toch een goede bijdrage te leveren voor het Nederlandse team. Ja, nou, we gaan je aanmoedigen. Heel veel succes. Ja, dankjewel. It's silent now, we don't say a word. We're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kind of broke my heart. Loving you is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far. But I know that I've played my part. I'm hurting you as well. Say we're sorry. Say we're sorry. Say we're sorry.
up, we're holding on. For what it's worth, I'll try to change. We can't fix our broken hearts. Loving me is not so goddamn easy as I think. You try it, but it's not easy. Nou, inmiddels gaan wij weer lekker avondeten met prachtig uitzicht op de ring. Is het zover? Long Team FBR, de Playstation Stuk of the Netherlands. Ik denk dat we allemaal even gaan staan wanneer ze aan binnenkomen. Jos Lansing en Learning Team, de Netherlands. Inmiddels zitten vier spanroker op. Ik heb weer genoten vandaag. Ondanks natuurlijk dat ik zelf een fantastisch 1.40 rondje had, waar ik heel veel reacties op kreeg. Waar ik gewoon zo onwijs trots op ben dat het gewoon eindelijk gelukt is. Vind ik het ook gewoon super vet om zo dicht bij alle ruiters te zijn. En ik heb weer heel veel geleerd. Voor de loop nog twee zware, pittige en nog uitdagendere dagen te worden. Maar ik heb er wel super veel zin in. En ik neem jullie uiteraard weer mee. Hallo, hallo, goedemorgen, goedemorgen. Hele goedemorgen. Inmiddels zijn wij wakker geworden op de derde dag van CIO Rotterdam. Vandaag start ik met Milstreams Galante in het 1.30, de laatste proef. En zal ik morgen van start gaan in mijn eerste 1.45 Grand Prix Outdoor op zo'n grote wedstrijd als Rotterdam. Dus dat is echt, echt heel erg spannend en ik ben benieuwd hoe mijn inspiration dat ervan af gaat brengen. Ik ga het puur doen voor de ervaring. En nu krijgen ze lekker ontbijt. Sublie paardenvoers. En dat gaat natuurlijk zorgen voor een beetje energie. Dat ze straks kunnen knallen. Inmiddels heb ik het parcours weer verkend. Het staat echt super, super dik. Dus ik ben benieuwd of Galante dit gaat kunnen. Het is echt heel erg pittig. Zo hoog hebben we nog nooit gesprongen. Dus we gaan het zien. Ben je er klaar voor, Galante? You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. Snapvangers is onderweg met Galante van Sirocco Bloemel in Dokteren. Normale 7 en dan iets naar voren voor deze lijn. En dan voor de heidestruiken langs naar 12. Dan ben je heel snel. Goed gereden, Christy. Mooi cool gebleven. Paard deed ook zijn best daar op die okser. Paard zit een normale 7 en dan hier mooi voor langs de DHL dezelfde lijn als Roy van Tillo. Dit keer blijft de oxer liggen. En zij kiest voor een oorsprong minder naar de boels en heeft dan een hele snelle tijd, 64.06. En de 0 achternaam. Geweldige rit van Christy Snapvangers die de snelheid van Eventing meeneemt naar de springsport. Galante, daar komen we net uit de ring.
denk, abnormaal. Hij heeft me zo geholpen. Supergoed. Inmiddels zijn Galant en ik lekker aan het uitstappen. Achter mij is dus nog alles bezig. Er moeten er nog een paar. Hij staat gewoon aan de leiding. Echt insane. In Rotterdam aan de leiding. Maar er moeten nog super goeie. Dus ik ga niks in mijn hoofd halen. En ik ben gewoon super tevreden op onze prestatie. Want daarvoor hebben we het gedaan. Maar we gaan natuurlijk wel afwachten of ik nog naar binnen zou mogen. Het grote nieuws is binnen. Ik heb sowieso een stick. We hebben sowieso het podium gepakt. Abnormaal. Wat een droomdag. Al sowieso tweeders. Nee, niet filmen, niet filmen. Het is te spannend voor de vlog, te spannend. Dit is nog. Nooit Christy, dat zijn 10 seconden om nog terug te komen. Christy, je bent gewonnen, want dat zijn 10 seconden om terug te komen. Zie je, jij bent 64. Je bent gewonnen, Christy. Oh my God, ja, we hebben het. Ze hebben hem gewonnen! En gewoon is voor de Rotterdam, hè? Gewonnen op Rotterdam. Oh. Het is echt. Zijn ze niemand vergeten? Nee, ze zijn niet vergeten. Ik ga even gauw opa bellen. Ik ben zo trots op u. Losrijden kan ik ook eerlijk zeggen. Ik had gewoon 2 fouten op het voorterrein. Galante springt nooit een bal in. En ik kreeg 2 fouten op het voorterrein. Ik dacht echt, wat is er aan de hand? En toen dacht ik, het enige wat ik kan doen is het in mezelf blijven geloven. In Galante blijven geloven en focus op mijn plan. En ik kwam die ring in en dan ging er knop bij Galante om. En ze dacht, oh, even wakker worden. Het was ook vroeg vanochtend. Die ring in en ze dacht, nu gaan we ervoor. Nu was ze echt wakker. En ja, vanaf hindernis 1 was het gewoon perfect. En ja, dat is zo vet. Dus ondanks dat het gevoel van net van tevoren even niet goed is, blijf volhouden. Blijf gewoon erin geloven, want kijk nou, ik win gewoon CHIO Rotterdam. Abnormaal. Twars voor de winnaar van CHIO Rotterdam met Galante. En ik heb een lekkere wortel, want het is gewoon mijn paard. Mijn paard is gewoon Galante. Oh, het is geen droom, je bent echt van mij. Inmiddels sta ik Galante lekker af te wassen. Nou, we gebruiken de Cool Fresh Shampoo van Sectolin. Deze is echt perfect als het kei warm weer is. Lekker inmasseren op de vacht en daarna doen we natuurlijk goed afwassen. Maar dit is echt super spul. Je hebt allerlei shampoos voor allerlei gelegenheden. En deze van Sectolin, de Cool Fresh, is wel mijn favoriet na een zware wedstrijd. Nou, er was gewoon een tafel gereserveerd voor ons, omdat we gewonnen hebben. Het is toch een abnormaal leven. We kijken nu weer uit op een volgende rubriek, waar natuurlijk voorbeelden van mij rijden. En dan kan je hier gewoon aanschuiven op je overwinning. Dat is toch gaaf. Wauw!
You absolutely my favorite waiter. Yeah, sure. Thank you so much. Thank you, to the win. Nou, verder krijg je heel de dagen door of de middag en avond gratis eten, drinken. Het is zo super gezorgd. Wij gaan nu lekker lunchen en dan zie ik jullie straks weer met uitzicht op de volgende rubriek. We zijn weer op stal aangekomen. Ik heb even een knuffel gegeven aan mijn winnaarpaard, Galante. En Spreesje heeft ook lekker elektrolytensnoepen gegeten, want ja, die moet morgen aan de bak. Dus als ik hier naar kijk, dan ben ik echt zo super trots. Gewoon Rotterdam gewonnen, is echt heel erg cool. Nu heb ik een nieuw shirtje aan, want nu gaan we namelijk voetballen. En ik ben gevraagd of ik de aftrap wil doen, samen met Robin van Persie. Dus dat wordt super cool en dat gaan we nu doen in de hoofdarena. Nou, op dit moment is alle meisjeskutruiters zijn de shirts aan het aandoen. We gaan dus zo voetballen tegen elkaar. Heel cool om tussen al die bekende ruiters gewoon een potje mee te trappen. Maar waar is Kian? Kian could be goalie. Ik denk dat hij er wel in gaat hoor. Kijken of de mannen kunnen voetballen. Kom op, Michael. Schiet hem erin. Oh! Hey, die zit erin. Inmiddels zit het erin. Volgens mij heb ik niet gewonnen, maar het was wel super tof om een keer te doen. Nou, Van Persie, zojuist hebben we hier zo op CIO Rotterdam gewoon gevoetbald. Ja. Met paardrijden. Met paardrijden? Nou, mijn link met paardrijden die is vooral mijn dochter en mijn vrouw. Die rijden al heel lang paard. Ja. Begon eigenlijk als een hobby. En dat is het nu al lang niet meer. We zijn weer een paar veulietjes en een paar paarden, ponies verder. En het is echt vooral mijn dochters passie geworden. En eigenlijk ook voor mijn vrouw. Dus ik rijd zelf niet. Als dat die volgende ooit, vraag ooit wel eens gereden? Ik heb wel eens gereden, maar... Nou ja, het had iets te maken met een reiger met kramp, dus nee, dat zag er niet uit en dat is ook niet, niet echt wat ik nog vaker zou doen, maar ik vind het ontzettend leuk om te kijken. Ja, en als je dan, je hebt dressuur, springen, cross, ja. Wat is dan jouw favoriet om naar te kijken? Nou, ik vind dressuur heel erg leuk om te kijken, omdat ik er ook iets meer van begrijp nu, door mijn dochter en mijn vrouw. Ja. Maar ik vind springen ook ontzettend leuk, want dat is iets meer actie en dan zit je elke keer iets meer op het puntje van je stoel. Ja, absoluut. Dus dat vind ik ook heel erg leuk om te kijken. En ik weet de exacte naam niet, maar ik was hier gisteravond en toen gingen ze racen met vier paarden Menne. En een karretje. Ja. Dat weet je hoor. Menne. Ja, dat vond ik ook ontzettend leuk om te kijken. Ja, nou heel gaaf. Nou, superleuk. Je hebt mij natuurlijk net zien schieten. Ja. Denk je dat ik nog eens vaker kan gaan voetballen of zal ik het met paard rijden? Hij zat heel strak rechts in het hoekje. Dus, niks op aan te merken. Gewoon vooral zo blijven doen. En als ik dan nog één gouden tip mag vragen als topsporter. Wat heeft jou dan altijd geholpen in die wedstrijd dat je toch altijd weer met heel veel druk moet omgaan in je focus? Wat is voor jou echt een tip die je elke wedstrijd meenam? Nou, ik denk dat je op een gegeven moment in jouw eigen proces ga je de balans vinden van wat nou echt belangrijk is. Ja. Druk kun je ook niet pakken. Dat is tastbaar. Dat is iets wat je zelf aanneemt. En op een gegeven moment ga je daar zelf een formule in vinden. Want een bepaalde soort druk, dat is goed, denk ik. Ja. Want dat zet je op scherp, ja. En dat zet je aan. Alleen het moet niet doorslaan. En ik denk om dat te voorkomen, dat het heel erg goed is om vooral te focussen op de delen waar jij zelf echt invloed op hebt. Ja. En dat kun je heel klein maken. Ja. En ik denk als je daar op een gegeven moment de formule in gaat vinden, naarmate je wat ouder wordt, dat de druk dan afneemt en dat je dan de druk zeg maar, op een goede manier benadert en bespeelt. Ja. Oké, nou mooie tip en super bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Inmiddels ben ik
ik lekker aan het grazen met Galante. En mijn beste vriendinnetje, is ook aangekomen. Oh. Die komt lekker heel het weekend supporteren. Ik ben even lekker de vlagjes aan het uithalen, want oh, dat heeft mijn kampioen wel verdiend. Zo cool, we zijn door zoveel persberichten gedeeld. En het is ja, zo gaaf als je dan wint op zo'n grote wedstrijd, dat dan ook zoveel kanalen het zien en je taggen. Dus ja, echt onwijs gaaf. Echt aan het genieten. Inmiddels is mama weer aangekomen. Nou, een heel minder leuk verhaal. Vanochtend moest ik met Galante rijden en was mama er gewoon niet bij. Hoe heb je het vanuit thuis meegekregen? Ik heb natuurlijk live meegekeken, maar het was super spannend. Maar je hebt het fantastisch gedaan. Ja? Ik ben heel trots op. Ben je nou net zo blij als je er toch ook niet bij bent? Ja, zeker. Echt, voel me een gat in de lucht op stal en alle andere paarden hebben meegekeken. Dus, Nou, ik ben blij als ik de andere paardjes weer zie straks. Maar morgen gaan we in ieder geval samen met mama's coach... Met mama als coach weer het 1:45 doen. Let's go, Inspiration. En jij geniet nog even van je dagje vrij. Jij bent lekker aan het uitstappen, want jij kan morgen naar huis. Ja, en Inspiration nog even morgen de laatste dag knallen. Nou allemaal, ik merk dat rust vinden op deze wedstrijd heel moeilijk is. Er wordt ongelooflijk veel aan je getrokken natuurlijk met meet and greet, workshops, fans. Maar het is ook zo vet en zo'n eer om hier te rijden. Ik wil ook alles met beide handen aangrijpen. Ik had dus straks echt even een dip. Ik was even zo moe. Ik kon gewoon even niet meer. De ogen dicht gedaan en nu gaat het weer helemaal goed. Soms moet je toch even naar jezelf luisteren als je echt moe bent. Even je rust pakken, want je wilt ook goed presteren. En dat gaat alles ten koste van alles wat je doet. Dus probeer goed je rust te pakken. Maar het is natuurlijk gewoon echt een fantastisch gave ervaring. En echt een droomwedstrijd. Ik geniet zo erg. Abnormaal wat ik hier zo mag doen. En ik heb er zelf kaart voor gewerkt. Ik heb zelf mijn paarden ervoor klaargestoomd. En nu ben ik gewoon op dit niveau. En ja, ga je gewoon ook meedoen zelfs. Dat is gewoon abnormaal. Super, super cool. Nou, inmiddels zitten we lekker avond te eten met een heerlijke view. Genieten van de laatste avond hier zo. We zijn weer op stal. Nou, ik heb de paardjes net lekker hooi gegeven. Water gegeven met mijn tief. Dus dat is super fijn. Het deken hangt mooi, de strik hangt mooi. Ik ga heel goed dromen vannacht, want dit was echt de meest vette dag die ik denk van dit seizoen wel, of die ik tot nu toe heb meegemaakt. Dat was echt heel cool. En ja, we gaan nu lekker slapen. En morgen, de laatste dag, voor het eerst 1:45 outdoor. Ik ben echt super benieuwd de Inspiration en ik dat gaan doen. En dat zien jullie morgen. Dus blijf kijken. From a different star, flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us. We found a different beat. Paradise is waiting, and we bought the lease. Ooh, getting caught in the mist. There's so many that never get out. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, but we're golden. We run till the end, and we run without shame. We own the game.
ook nog een tijd van 9 strafpunten voor Christy Snepvangers en Inspiration. Zo. Wauw, dan kan ik gewoon over. Eerste 1,45. Eerste 1,45 en dan ben ik toch benieuwd, gaat hij erover kunnen? Want het is zo hoog, maar hij heeft gewoon nog zoveel over. Het voelt gewoon zo vertrouwd. En ja, tuurlijk foutjes, maar er waren ook gewoon mijn foutjes nog. Moet er gewoon nog een 10 worden, maar gewoon eerste 1,45, twee balkjes. Nou, dat betekent dat er gewoon 9 in tussen goed gingen. Dat is toch echt wel, ben ik gewoon super blij mee. Vanuit hier kunnen we groeien. Maar met al die spanning, hij deed echt heel cool blijven. Voordat ik de ring in ga, realiseerde ik me wel echt dat er gewoon, ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld heel veel anderen, rijd ik gewoon met een zelf gefokt en zelf opgeleid paard, die ook nog nooit dit niveau heeft gelopen, ik ook niet. Dus ja, dan ben je allebei groen en dan is het gewoon zoveel moeilijker. En ja, als het dan gewoon zo gaat en je voelt gewoon, het zijn een paar kleine foutjes, maar als je dat verbetert, dan heb je het gewoon, dan is het zo dik, want je hebt gewoon zelf een 1,45 paard gemaakt. Dat is toch gewoon super, super cool. Ja, ik ben super tevreden. Jij? Oh, je bent er goed. Kom maar. Ik kom goed, maar vooruit, zat ik dicht, maar de rest reed ik best goed, toch? Ja, ik ben helemaal goed. Ja, hè? Ja. Dan zijn we weer op stal. Inspiration ga ik lekker verwennen. We zijn helemaal klaar. Eindelijk is het allemaal gedaan, gereden, want ik ben wel moe nu. We gaan nu nog even gaan naar wat fans, meet and greet en dan kunnen we echt naar huis. En dan paardje wordt lekker nagezorgd nu, hè? Tot de zin. Goed zo. Supporten hier, voor het kijken naar deze vlog. Blij dat je mag. Tot de volgende video. Doei doei!